Nu naar Schiedam. Twee mannen hebben daar voor zo'n 200.000 euro schade aangericht bij een winkelcentrum. En hun buit? 0 euro. Het is rond 4:15 in de ochtend, zondag 14 augustus, wanneer twee personen opduiken voor de deur van een Albert Heijn. De man in het regenpak heeft spullen bij zich. En u ziet zo wat een enorme impact die gaan hebben op winkelcentrum Spaland, daar in Schiedam. De man rechts neemt alvast wat afstand. De ander is bezig met een explosief. Uit hoe hard hij wegrent als het is aangestoken, blijkt wel dat beide daders hier prima weten dat het gaat om spul met enorme kracht. Nadat de lont 20 seconden brandt, volgt er dit. De toegangsdeur is niet meer. Omdat door de klap de lichten aangaan, zien we beter hoe de man in het regenpak naar binnen rent voor de uitvoering van deel 2 van hun plan. Doel, de geldmaat. Daar zet hij weer iets neer. Ze plaatsen een tweede explosief. En ook nu gaat dat voor verwoesting zorgen. Nog een paar seconden en het is tot ver te horen. Na de explosie zie je amper een hand voor ogen. Maar hij is weer terug en constateert vrijwel direct dat de geldmaat niet stuk genoeg is. Missie mislukt. Nu pas blijkt waarom de tweede man mee was. Hij staat klaar met een vluchtscooter. Uiteindelijk rijden ze daarmee weg vanaf winkelcentrum Spaland en verdwijnen vermoedelijk uiteindelijk via de Heelmeesterstraat in de richting van de wal over de snelweg A4. Ja, hier komen die gigantische klappen nog een keer. Eerst gaat dus de toegangsdeur aan gort. En daarna de explosie bij de geldmaat. Ja, en die geldmaten zijn dan wel klein. En het hele fond was er ook afgeblazen. Maar het binnenwerk waar het geld in zit, dat was eigenlijk nauwelijks stuk. Exact 0 euro buiten voor de daders, maar wel geschat zo'n 2 ton schade voor de supermarkt en dat winkelcentrum. En dan gaat het niet alleen om zichtbare schade zoals glas, de kapotte inventaris, een nieuwe deur. Zelfs de gevel van de winkel daartegenover en het dak moesten daar in Schiedam worden hersteld. Die Albert Heijn kon die dag uren niet open. Met zo'n grote winkel heb je dan dus ook over enorme inkomstenderving. Nou, u snapt het. De vraag, wie kunnen deze twee mannen zijn? Dit zijn de beste beelden van de persoon in het regenpak. Goed vermomd, maar wie weet heeft diegene erover gepraat. Of vertoonde hij rond die 14 augustus afwijkend gedrag? Ook dat hij die grote shopper had, kan een aanknopingspunt zijn, net als iemands manier van bewegen. Van de ander is dit het beste beeld. Hij bestuurde de scooter. Is er iemand die mede door het geluid het type herkent? Of kan iemand de scooter linken aan de twee daders? Er moeten mensen zijn die iets vermoeden. En meldt u zich natuurlijk ook als u ze misschien zag die ochtend. En als u ze misschien op beelden heeft staan, is dat natuurlijk helemaal mooi. Bel dan de tiplijn om dat even te melden of stuur de beelden meteen even met een tipformulier.